Goedemiddag, dit is het Weersjournaal van Weerplaza.nl. Een koufront trok gisteren over ons land. Dat ging gepaard met veel bewolking en van tijd tot tijd ook regen. Vandaag zaten we in de lucht achter het koufront, dat was de koude lucht, uiteraard. En daarin kwamen een aantal buien voor, vanochtend ook met een klap onweer. Vanmiddag was het op de meeste plaatsen droog en scheen ook van tijd tot tijd de zon, maar ontstonden ook wat nieuwe stapelwolken. Het weer wordt de komende dagen een stuk rustiger als een hoger drukgebied zich gaat opbouwen boven Centraal-Europa. De buien verdwijnen, ook een groot deel van de bewolking verdwijnt en het wordt een stuk rustiger, waardoor het met name s'nachts behoorlijk kan afkoelen. Bij een hoge drukgebied in deze tijd van het jaar hoort ook dat er s'nachts wat mist ontstaat, kan ook wat nevel ontstaan, en dat wil nog wel eens moeilijk oplossen. De zon is tenslotte minder krachtig dan in de zomermaanden, waardoor eventuele nevel en mist overdag hardnekkig kunnen zijn. Vanavond zijn er brede opklaringen. De temperatuur daalt naar een graad of 8 in het begin tot halverwege de avond. En de wind neemt in kracht af en wordt dan matig uit het zuidwesten. Vannacht dan waait er een meest matige wind en dan kan er nog wat lage bewolking, nevel of mist ontstaan. Op de koudste plaatsen wordt het een graad of 4 en aan zee koelt het niet veel verder af dan een graad of 7. Morgen dan gaat het uiteindelijk in de loop van de dag op steeds meer plaatsen de zon schijnen. Maar lokale nevel of mist kan hardnekkig zijn. Ook kunnen velden met lage bewolking van het België binnentrekken. Schijnt de zon enige tijd, wordt het 11 tot 13 graden. Blijft nevel of mist of lage bewolking hardnekkig, dan blijft de temperatuur waarschijnlijk onder 10 graden steken. De komende dagen, als het hoge drukgebied meer invloed krijgt, gaat de zon vaker schijnen en draait de wind naar het oosten. Daarmee wordt dus droge en koude lucht aangevoerd, waardoor de kans op mist s'nachts wat kleiner wordt. Maar in die koudere lucht kan het s'nachts ook licht gaan vriezen. Donderdag en vrijdag overdag maximaal rond een graad of 12. Zaterdag dan wordt het een stukje kouder met overdag temperaturen net iets onder 10 graden. Die daling is ook goed te zien in de lange termijn prognose. Daar zien we vanaf het weekend geleidelijk lagere temperaturen. S'nachts duikt de temperatuur onder nul en overdag komt de temperatuur meestal tussen de 5 en 7 graden uit. Dat lijkt zo te blijven tot, het tot en met de laatste week van november, al wordt de spreiding aan het eind van de lange termijn verwachting wel groot. Mijn naam is Wilfred Janssen voor weerplaza.nl